De duivenchirurg kwam zijn patiënt hoogstpersoonlijk vandaag bij de eigenaar terugbezorgen. Hallo. Hoi. Kijk eens aan. Hoi. Wat is dit? Ja. Is dat hem? Het gaat om duif 611, genaamd de bijter, zeg maar de Messi onder de spoorduiven. Dat is het. Hij pakte namelijk al veel prijzen en dus was het zaak dat hij weer fit zou worden. Maar hij is hartstikke fel, hè? Zou hij jou kennen of niet? Ik denk het wel, hè. Hij is in ieder geval actief genoeg. Hij ziet er goed uit. Dan maak je natuurlijk een foto en dan zie je dat, dat er een spijker zit. En die krijg je er alleen maar uit door een operatie. En dat is best lastig. Hij was al mager. De ingreep om de spijker te verwijderen, hier te zien op een foto, duurde ruim een uur. Overlevingskansen vooraf klein, maar toch kan hij het navertellen. Dus ik denk dat hij blij is dat hij zijn vrouwtje wil zien. Laat eens kijken. En na 50 dagen in een kliniek in Breda te hebben gezeten, kwam hij vandaag dus weer terug op zijn oude nest. Ik ga hem nu op zijn eigen vertrouwde hok zetten. Dus u zei wel, dan wordt er toegezeurd. Ik heb het vreugde van hem zit ook al op het hok. Dus die is op hem aan het wachten. We zullen eens kijken wie er reageert. Zo te zien wil er al weg. Hier jong, vrouwtjes aan het wachten op dit. En samen moeten ze dus gaan zorgen voor een talentvol nageslacht, want wedstrijdvliegen gaat hij niet meer. Wat ik nu kan zien, wat de laatste 2 jaar al bewezen is als vlieger en als kweker, denk ik dat dat geen probleem zal geven met hem. Je hebt er ook rummer gezeten. Totale kosten van de operatie nog geen €300. Het kan het geld zomaar waard zijn, maar zij hebben het in de hand.